Tervuren moet er ongeveer zo hebben uitgezien begin 1900. Een vredig en stil dorp. We beginnen onze wandeling aan een hoeventje in de Bergenstraat, langs het vroegere restaurant Het Savoorke. Een erg landelijk tafereel in het begin van deze eeuw. Op de hoek van de Hertenbergstraat en de Wolvenweg was er tot na de Tweede Wereldoorlog een ruïnegevel te zien van een kapel. Op deze foto zien we de kapel toen ze nog bestond in het Interbellum. Ze werd in 1760 gebouwd in opdracht van pastoor Van Vossem en was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, troost der bedrukten. Het stenen 14e eeuws Mariabeeld prijkt nu in de Sint-Janskerk. We gaan verder naar het pachthof van Robbiano. De oudste naam van deze hoeve is Hof over het Water, omdat het van Tervuren gezien aan de overkant van de Voer lag. Het was waarschijnlijk de oudste hoeve van Tervuren. Mooie gezichten op het Robbiano-kasteel en de neogotische kapel. Dit kasteel werd recent aangekocht door SAS Instituut en prachtig verbouwd om aan de nieuwe behoeften te voldoen. Eerst bezoeken we nog de grot van Onze Lieve Vrouw, een bezinningsplaats. We komen nu aan de pastorie van Tervuren, gezien vanuit de tuin. Reeds in de 14e eeuw stond hier al een huis voor de pape of de pastoor. Het oudste gedeelte van het huidige gebouw dateert van 1616. Het huidige zicht is momenteel totaal anders. We doorlopen nu de Pastoorstraat en maken een bocht bij de Rijkswachtkazerne in de Peperstraat. Het statige gebouw met topgevel is in 1886 gebouwd voor de Rijkswacht. Een zicht op de Sint-Janskerk en de Kerkstraat in 1920. Links het huis De Sleutel, het hele erf was voor 1743 drie dagwand groot en omvatte verschillende percelen. Recht over de kerk van Tervuren kunnen we iets gaan drinken in het café De Engel, een benaming een paar eeuwen geleden. Tot Wereldoorlog II droeg het de naam In den Vlaamschen Leeuw en werd gerund door de familie Berden. Het Hotel de Bruxelles, gehouden door het echtpaar Joseph Renard Bovy, was ook gelegen recht over de kerk naast de herberg De Engel. Het hotel werd verbouwd tot de apotheek Tobak. Deze prentkaart uit 1907 toont het restaurant De Linde. In 1831 kwam er een nieuwe lindeboom die in 1985 vervangen werd.
In 1923 kwam hier het oorlogsmonument der gesneuvelden 1418. Hier zien we de Kasteelstraat en omgeving. Deze straat is wel de mooiste straat van Tervuren. De huizen aan de linkerkant van de Kasteelstraat werden beschermd in 1946. De doorkijk naar de warandevijvers tussen beide vleugels van het hoefijzer is nu hersteld. Dit prachtige hoekhuis tegen het kerkhof heette de Hertog Jan, naar de beroemde hertog van Brabant. Het Hotel du Parc was een vroeger paviljoen van het 18e eeuwse hoefijzer en kwam in tegenstelling tot de andere paviljoenen in privéhanden. Aan de marktzijde van de Clarastraat het café-restaurant De Naaier. Rond de eeuwwisseling in van 1900 gegeerd om zijn lekkere vleesschotels. Nu bekend als Het Park. De warande poort op de markt rond 1900. Ze gaf in 1897 toegang tot de wereldtentoonstelling. Links het huis De Spiegel en rechts het mooie en beter etablissement De Vos. Zo zag het gebouw eruit toen Hippolyte Boulanger en andere schilders er omstreeks 1860-1870 verbleven. Met zijn balkon en dakkapellen oogde dit beter etablissement zeer mooi. De Warandepoort, gezien vanuit de dreef, school van Tervurendreef. Tussen de vleugels van het hoefijzer werd in 1897 een glazen overkoepeling geplaatst. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 werden bloemen- en fruitentoonstellingen gehouden. Deze loods werd recent verwijderd en beide vleugels werden mooi gerestaureerd. Geregeld werden er ruiterwedstrijden en jumpings ingericht op het plein van de Panquin-kazerne. Dit gebeurde nog tot in de jaren 1970. Commandant Panquin gaf zijn naam aan de kazerne. Hij zelf sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog in de slag bij Halen. Heel wat legerafdelingen hebben decennia lang een onderkomen gehad in Tervuren. In het Tervuurse straatbeeld zijn soldaten nooit ver geweest. Spaanse musketiers, 17e eeuw. Franse dragonders, 1789-1815. De Nederlandse marechaussee, 1815-1830. En Belgische regimenten, vanaf 1830 hadden hier een onderkomen. Deze gietijzeren pomp, gebruikt door de Rijkswacht om water uit de vijver te trekken, staat nu sinds 1995 op de markt aan de Warandapoort. De genie hier op de prent was gehuisvest in een barakkenkamp op de plaats waar nu het Koninklijk Museum staat. Een afdeling van de genie was lange tijd in het hoefijzer gekazerneerd. De nabijgelegen vijvers waren een uitstekend oefenterrein. Deze barokke slotkapel werd gebouwd in opdracht van de aartshertogen Albrecht en Isabella in 1617. Volgens de legende zou de heilige Hubertus op deze plaats gestorven zijn. Elk jaar eind oktober is er een viering waar paarden en honden gezegend worden. Vroeger stond aan de Burchtvijver het bootjeshuis en je kon hier een bootje huren om rustig op de vijver rond te varen. Het park van Tervuren, 205 hectare groot en aangelegd als warande, dit wil zeggen omsloten park met wild. Het heeft een rijke geschiedenis. In de 12e eeuw was het een jachtdomein voor de hertogen van Brabant. Karel van Lotharingen had er in de 18e eeuw zijn zomerverblijf. De enige overblijfselen van die toenmalige pracht en praal
zijn het hoefijzer, de kapel en de vijvers. We zetten onze wandeling verder in de Warande. De plaats waar zich nu de Vossenvijver bevindt, was tot 1885 een geheel van moerassige gronden. Het verdwenen pachthof Ter Munk of Ter Munt was een Villa Nova uit de 12e eeuw. Ze werd gebouwd door de kanunieken van de abdij van Park te Heverlee. Alleen de ingangspoort staat in de Warande nog overeind. Leopold II had enkele jaren voordien dit gebied aangehecht bij de Warande en gaf opdracht dit om te vormen tot een grote vijver. Een landschap dat aansluit bij de natuur, onregelmatige beplantingen en onverwachte uitzichten. Het Spaans huis, oorspronkelijk heette het Gordaalmolen en was een van de watermolens op de Voer. In de middeleeuwen stond hij aan de grens van het hertogelijk domein. In vroegere tijden moesten de boeren van Tervuren en Duisburg daar hun graan laten malen. Aan het verval van de laatste jaren is een einde gekomen, dankzij de mooie restauratie. In het park van Tervuren, aan de Zevenster waar verschillende paden samenkomen, is het gebroken overblijfsel van de zogenaamde dolmensteen te bewonderen. Deze drie zandstenen werden in 1883 opgegraven in een veld te Duisburg. Momenteel zijn de experten het eens dat het geen megalithisch monument is, maar wel polijstenen.
In de jaren 20 boden de Franse tuinen een mooie aanblik. De ijzeren brug tussen het oudste gedeelte van de Warande en de Franse tuinen toont met deze prentkaart van voor 1909 dat het museum toen al gebouwd was. De binneninrichting was wel nog volop aan de gang. Op 30 april 1910 werd het Congo-museum door koning Albert I plechtig ingewijd. Dit gebeurde ter gelegenheid van de Brusselse wereldtentoonstelling van dat jaar. Na de plechtigheid in de rotonde van het museum ging het ogengezelschap naar de overkant van de Leuvense Steenweg om er in het paviljoen van het spoorwegmateriaal te gaan kijken. Op deze plaats staat nu de olifant. Tijdens de Brusselse wereldtentoonstelling van 1910 werd te Tervuren de koloniale tentoonstelling gehouden met alleen de openstelling van het prachtige museum. Met een groot concert speelden en zongen de muzikanten en sterren van de Brusselse munt in de zomer van dat jaar op de parterres van de Franse tuinen. Op 2 juli 1905 legde koning Leopold II de eerste steen van de wereldschool in de Warande. Die zou ongeveer komen op de plaats van de huidige British School. De prins van Oranje had tussen 1815 en 1830 de Warande in bezit. Hij liet er een paviljoen bouwen. De prentkaart toont ons het hek en het wachthuisje. Dit was de officiële ingang. Leopold II liet het huidige koloniumpaleis bouwen op de plek van het paviljoen en bewaarde de ingang van de koloniale tentoonstelling in 1897. Restaurant, Cévin, Malon, de Letterie, Colonium Paleis. Het zijn zoveel namen waar men voorheen kon drinken, eten en dansen. Beide zijpaviljoen herbergden de koloniale tentoonstelling en het eerste Congo-museum. In 1897 kwam niet alleen een tramverbinding met Brussel tot stand. Om ook het volk van Leuven en de omgeving naar de koloniale tentoonstelling te lokken, werd er een tramlijn van de buurspoorwegen aangelegd langs de Leuvense Steenweg. De eerste tram op het gedeelte Tervuren-Vossum reed op 10 mei 1897.
de laatste op 30 juni 1954. Inhuldiging van de elektrische trein door koning Leopold III en koningin Astrid in 1935. Deze treinen, die erg op metrostelling leken, konden 90 km per uur rijden. Ze kregen nadien een tweekleurige livrei. Dit lieftallig en beroemd lijntje kon nooit als een tram beschouwd worden. In 1935 werd door dezelfde constructeur een locomotief geleverd, die 63,5 ton woog en tot 70 km per uur kon rijden. Verdwenen station van de Leuvense Steenweg, bouwd in 1897 om de toeristen per trein vanuit Brussel naar de toenmalige wereldtentoonstelling te brengen. Einde van de jaren 50 afgebroken. Prettig dat dit prachtige eindstation van Tervuren niet bewaard is gebleven. À la vue du parc, op de hoek van de Leuvense Steenweg en de Grensstraat, is een van de hotels die zijn deuren opende in 1897. Het werd later totaal verbouwd en heet nu La Vignette. De dochter van de heer Henri Baudet, die op de foto poseert, huwde een de keizer en deze familie baat het hotelrestaurant nog steeds uit. Hier het openluchtzwembad De Beau Soleil op de Elisabethlaan, nu een ouderlingentehuis met de naam Signorie Leonardo da Vinci. Hier nog enkele merkwaardige villa's uit die tijd, langs de Leuvense Steenweg. Om het Jubbelpark te Brussel en het park van Tervuren met elkaar te verbinden, werd de Tervurenlaan aangelegd in 1897. Met onder andere de bedding voor een tram. Het eindstation helemaal in hout opgetrokken is er nog steeds en werd in 1996 gerestaureerd. Aan de Leuvense Steenweg stond voor Wereldoorlog 1 het Café Victoria. Het café werd later Garage de Jonge en is momenteel de optiekzaak Martens. Het hotelrestaurant Du Grand Parc Royal, nu is het Patisserie en IJssalon Musio. Soldaten vieren af en toe graag feest. De pupillen van Aalst hielden op 27 juli 1910 een banket in het Royal Hotel op de hoek van de Leuvense Steenweg en de Markt. Daar vonden geregeld ook banketten en feesten plaats. Een zicht uit het interbellum op de noorderzijde van de Markt, met op de achtergrond de moestuin en de vroegere 18e eeuwse kasteelhoeve. Foto genomen vanuit de kerktoren. Een typische uiting van de volkse devotie was de jaarlijkse Sinksenprocessie. Op deze wat wazige prentkaart rond 1910 stappen de processiegangers over het Marktplein. Hier links de afspanning De Moor, later Ocercle en nu de Keizerskroon genoemd. Aan de oostzijde van de Markt, op de plek van het huidige politiehuis, stond tot 1959 het huis De Spiegel, een statige 18e eeuwse herenhuis, nadien herberg en tenslotte postkantoor. Op de achtergrond de vroegere Vlonderse Hoek. Rechts het Wapen van Engeland, een café-restaurant. Dit prachtige 18e eeuwse café stond op de Tervuurse Markt voor het kerkhof.
Het wapen van Engeland werd op het einde van de 19e eeuw omgedoopt in Aux Armes d'Angleterre. Het huis ernaast, de Relais Saint-Hubert, werd ondertussen de Gambrinus. Hier de noordzijde van het Marktplein rond de Eerste Wereldoorlog. Op de hoek van de Brusselse straat de huizen met volgende namen. De Raak, nu KBC-verzekeringen. Het Hert, nu Mont Blanc. Het Kostershuis, nu KBC-bank. De Keizerinnen, nu Post en de Blauwe Leeuw. Een beeld rond 1950. Opvallend is de kiosk waar onze harmonieën regelmatig ons op muziek vergasten. Op 15 augustus 1920 vond het ter Vuren La Fête des Combattants plaats, met heel wat plechtigheden, een stoet en een hulde aan de vlag. De hoek van de Kerkstraat op een zomerse dag in 1906. Het laatste huis naar de kerk toe was het café van Jommeke de Horlogemoker. Op het Marktplein, waar nu de Mont Blanc zich bevindt, was toen een café waar je ook steenkolen kon bestellen. In de verte de Brusselse Steenweg, vroeger Lange Straat, even na 1900. Met links het gemeentehuis en rechts het herenhuis van Casalta, wat het administratief centrum was. Rechts zien we het huis De Horen, waar gedurende een vijftal jaren Hippolyte Boulanger woonde en werkte. Rechts was de straatingang naar het Hof van Melijn. Binnenkant van het Hof van Melijn. De landbouwbedrijvigheid stopte in 1933. De gemeente kocht het geheel aan om er met de steun van de provincie een regionaal museum te maken. Het werd een gemeentelijk museum voor geschiedenis en schilderkunst van Ter Vuren. We wandelen door de Brusselse straat. Van in de 14e eeuw heette het gedeelte tussen de Markt en de Vestenstraat de Lange Straten. De rest was de Brusselerenweg. In het begin van de 18e eeuw wijzigt de naamgeving. Hier een zicht ter hoogte van de kazerne L'Empereur, ook wel Leeuwenkazerne genoemd. In 1920 verkocht mevrouw van Orshoven haar eigendom aan het ministerie van Landsverdediging, die er de kazerne de Lyon van maakte. Later omgedoopt in kwartier L'Empereur. Momenteel is het pand eigendom van Elk zijn Huis. Hier de Ophemstraat. Een smal straatje dat leidde naar de avenue en de tram. Links komt de vrouw van Janneke de facteur met haar kroost poseren voor haar tabakswinkel. De tram halte aan de Ophemstraat in 1910. We keren terug naar de Brusselse straat ter hoogte van het Gito. Hier woonden voor Wereldoorlog 1 heel wat jockeys, want de renbaan was niet veraf. Deze foto van omstreeks 1910 toont ons de Brusselse Steenweg, de Chaussée genoemd. Deze laan was ultramodern voor haar tijd. Breed, met gescheiden rijvakken voor ruiters, voetgangers en fietsers. We wandelen door de Brusselse Steenweg. Links hield een hovenier, een herberg en een winkel. Ook zien we hier het boswachtershuis. Het kruispunt van de vier armen, voor Wereldoorlog 1, toen men nog op de terrassen van de herbergen kon vertoeven. Het was een rustpunt op weg naar of van Brussel.
Twee trams kruisen elkaar hier. Het statige hotel van vroeger heeft plaats moeten maken voor een hoge building. De ouderen spreken nu nog over de Quatre Bras. Je herkent het na meer dan 100 jaar niet meer. De aanduidingen van de richtingen zijn nogal onduidelijk. I got your letter yesterday from some small town I never knew. It told me you were on your way, but not where you were going to. You said you're following the sun. Het Hof van Ravenstein. Deze hoeve maakt deel uit van de Royal Golf Club. Dit gebouw werd in 1880 door de Belgische staat aan koning Leopold II geschonken in ruil voor 16 hectare in Laken. Van toen af nam de koning af en toe de naam Comte de Ravenstein aan. Het Hof van Graaf de Grunne. Een moderne hoeve met weidse boomgaarden, gelegen op de Jezusijklaan en gebouwd omstreeks 1920-1925. We maken een sprong naar Duisburg en de Sint-Catharina-kerk. Opvallend is, vergeleken met de rest van de kerk, de ongewoon hoge constructie van het gotische koor. In juli 1930 werd de Duisburg ook de 100ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid gevierd. De Dolle Poel te Duisburg. Deze aloude poel werd in de jaren 40 gedicht en vormt nu het kerkplein. Hier zien we de kinderen die samen troepen rond de gemeentelijke waterpomp. Nu staan hier sociale appartementen gebouwd door elk zijn huis. Voor een tiental jaren waren er in deze rij huizen nog drie herbergen. Namelijk in de Oude Vrijheid, bij Theo en in het bekende de 600 potten. Vier toont pastoor Frans Maas zijn gerestaureerde pastorie, even voor de Eerste Wereldoorlog. De eerste stoomtram op weg van Vossem naar Hamil deed eerst de hoogte van Duisburg aan. Dit gedeelte werd afgeschaft in 1957. De tramstatie was een typisch plattelandscafeetje met slechts enkele tafels. De Sint-Pauluskerk en de gemeentelijke meisjesschool in Vossem, rond 1900. Aan het tramstation van Vossem in het jaar 1897 kwamen enkele lijnen samen. Leuven, Vossem, Tervuren, Vossem, Hamil en Vossem, Sterrebeek, Brussel. Het café recht over het station bestaat nog, maar droeg in de loop der tijden verschillende namen. De lijnen werden na 1957 vervangen door buslijnen. De stoomtram, bijgenaamd de Zwette Jean, het Hof van de Vier Winden, gelegen aan de Leuvense Steenweg, omstreeks 1900. Nu is er een garage in gevestigd.
De voormalige watermolen van Termunt werd gebouwd door de abdij van Park Heverlee in 1755. Voorheen was er een café-restaurant. Hier nog enkele zichtkaarten van de tijd van toen. Café bij Nette Gontje. En het café in de Vier Smoelen aan de Loezeplaan.